In de jaren 60 van de vorige eeuw kende Oost-Groningen nog economische welvaart. Oude industrie vierde er hoogtij. De strokaton-industrie, de aardappelmeelindustrie en zoals hier op de beelden de baksteenindustrie. Er zijn de laatste tijd in Groningen rond de baksteenindustrie nogal wat moeilijkheden. Verscheidene bedrijven hebben hun productie gestaakt en het personeel ontslagen. De industrie verdween en daar kwam weinig voor terug. Zo richtte Philips een vestiging op in Stadskanaal, maar die verdween weer in 2006. Kees Stolk, journalist, schrijver en Oost-Groningen-kenner, maakt het allemaal van dichtbij mee. Op de plek waar ooit een baksteenfabriek stond en nu werkvoorzieningsschap Synagon zit, legt hij uit wat er mis ging. De bestuurders van toen hebben een heleboel kapot gemaakt. Kijk naar Veendam en Winschoten, hoge zand. Kanalen werden gedempt. Uh, oude panden die, uh, werden aan hun lot overgelaten, die werden niet vernieuwd. De overheid probeerde tevergeefs nieuwe werkgelegenheid in de regio te vestigen. Allerlei in dus, dus industrieën, fabrieken dicht bij huis, die sloten. En daarvoor in de plaats probeerden ze dan van die grote, dat is de PTT, hier te brengen. En ze hebben ook nog geprobeerd Octo, een, een, ook een kartonfabriek, hier uh, naartoe te halen. Maar dat is allemaal, uh, allemaal mislukt. En zo raakte de regio langzaam maar zeker in verval... Voor Stolk was het geen reden om in 1975 niet naar het gebied te trekken. Hij raakte meteen verknocht. Ik kwam hier met de trein uit Groningen naar Winschoten en ik was bij Zuidbroek en ik keek over dat Wijdse grote land wat ik nu zo lief heb. En toen dacht ik, waar moet ik in vredesnaam hier mijn hond uitlaten? Want ik zag geen boom. En ik ben hier toch gebleven en ik ben hier wel van gaan houden van dit land. Stolk sloot niet alleen het landschap in zijn hart, ook de mensen in Oost-Groningen kregen een plek. Strijdvaardig. Ik vind ze strijdvaardig en de bevolking is hier rechttoerecht aan. Volgens Tolk zijn de eigenschappen van de bevolking historisch bepaald. In de vorige eeuw streden bijvoorbeeld de arbeiders tegen de boeren. Tegenwoordig is er een andere strijd. Nu heb je eigenlijk de strijd hier om het werk hier te houden, om de mensen aan de slag te houden. Dus dit is een bevolking getekend door strijd.